Hallo en welkom weer bij Innie's Moestuin. Ik heb tomaten in mijn handen. Want ja, ik ga vandaag mijn eerste tomaten buiten planten. Het is een beetje vroeg, maar dat leg ik straks wel uit. Wat gaan we nog meer doen vandaag? Nou, ik ga jullie weten dat ik dit jaar al mijn groenten en bloemen door elkaar ga zetten in de tuin. En ik ga je een beetje laten zien hoe ik dat van plan ben te gaan doen. Hebben jullie natuurlijk al op papier gezien, maar ja, ik ben al aan het planten geslagen. Dus ik kan al het een en ander laten zien. En verder kan ik al het een en ander oogsten. En dat laat ik jullie aan het einde van deze vlog zien. Maar ja, we gaan eerst de tomaten planten. Nou, hier deze. Die heb ik in februari geplant. Gezaaid, de San Marzano. Nou, die is echt, die moet echt naar buiten, want die is er hard aan toe. En deze San Marzano, die heb ik een maand later gezaaid. En ja, eigenlijk is dat veel beter. Want wat ik al zei, het is iets te vroeg om ze nu buiten te planten al, de tomaten. Dat doe je in feite na de ijsheilige. Omdat er nog vorst kan komen, omdat de grond nog niet warm genoeg is. En een maand later, ja, deze ga ik dus over 3 weken in de grond zetten. En dan zijn ze perfect. Dus ik ben eigenlijk wel heel tevreden dat ik dit jaar zo laat mijn tomaten ben gaan zaaien. Maar goed, die eerste serie San Marzano's, die gaan erin. Het zijn late tomaten. En ik hoop dan, heb ik al eerder gezegd, in augustus al mooie, want dit zijn Roma's, hè, te hebben. Om ze te kunnen drogen, want in augustus is het op z'n warmst. En dan kan ik ze lekker buiten drogen. Nou, ik heb er hier 5. De spiralen staan al klaar. En ik ga je laten zien hoe je tomaten moet planten, want dat is toch wel even een weetje. Nou, hier ga ik de eerste neerzetten. En de stokken, die heb ik er al van tevoren ingezet. En dat moet je echt doen. Want als je de stokken er pas na het planten inzet, dan beschadig je waarschijnlijk de wortels. En dat moet je natuurlijk niet doen. Nou, ik had natuurlijk hier al dat hooi. En we hebben afgelopen week niet heel mooi weer gehad. Het heeft af en toe geregend. Nou, vandaag schijnt de zon ook niet. Het is zelfs een beetje aan de frisse kant. Maar de grond is dus hartstikke vochtig, dat heb ik al gecontroleerd. En nou, daar hoef ik niet zoveel aan te doen. Nou, tomaten, je weet het, dat zijn hele hongerige planten. En die moeten echt in een hele goede voedzame grond gezet worden. Nou, ik heb er natuurlijk al weken geleden bemeste compost opgegooid. En dat heeft zich al aardig verwerkt in de grond. En het barst van de regenwormen, dus dat met die grond zit het wel goed. Heb je dat nou niet gedaan? Dan moet je echt in het gat waar je die tomaat gaat planten. Ja, dan moet je gewoon dan een flinke hand compost erin doen. Want ja, ze hebben echt veel voeding nodig om goed te kunnen groeien. Nou, wat ik al zei, het is hier echt heel vroeg om tomaten te planten. Zelfs hier. Er kan nog regen komen. Daar moet ik ze trouwens tegen beschermen als dat het geval is. Waarschijnlijk morgen. Dus dan ga ik er misschien een plastic zak overheen gooien. Ja, en er kan altijd nog nachtvorst komen. Nou ja, 1 nachtvorst en je tomaten zijn echt weg. Maar heb je nou een kas en is je tomaat net zo groot en zo mooi als deze? Nou, dat kan wel. Je kunt ze al wel in de kas planten. Nou, het planten. Tomaten planten, op zich is het niet zo moeilijk. Nou, ik had er nog stokjes in gezet, want ja, ze waren echt al heel groot. Wat je doet bij de tomaat, als je plant, dan haal je de onderste blad eraf. Meestal zijn het 2 blaadjes. Dat zijn de eerste blaadjes waarmee ze boven de grond zijn gekomen. Nou, dan plant je ze tot hier in de grond. En waarom doe je dat nou? Tot hier in de grond, want dan maakt hij waarschijnlijk nog een aantal wortels. Dit stukje kan die nog gaan wortelen. En hoe meer wortels, hoe meer water die op kan nemen en hoe meer voeding die op kan nemen. En hij staat steviger in de grond. Dat wil dus zeggen dat je hem echt diep moet planten. Dus van hier tot hier gaat hij echt helemaal de grond in. Dus ik graaf best een heel diep gat. Oh, en het zijn echt heel veel wormen in. Nou, dat is echt goed teken. Nou, dan haal je hem eruit. Oh, ik zie het al. Prachtige wortels. Nou, moet je kijken.
superveel wortels. Als je dit hebt, nou, dan gaan ze een goede start maken. Nou, en dan kijk of ik hem diep genoeg erin kan zetten. Nou, nee hoor. Ik maak hem nog iets dieper. Oh, hier zie ik een beest wat geen regenworm is. Die moeten we hier niet hebben. Nou, wat ik al zei, een diep gat. Nou, ik denk dat die nou al diep genoeg is. Ja, kijk, zo is het goed. Kijk, en dan komt dit blad, het eerste blad komt net boven de grond. Nou, dan gooien we hem dicht. En wat je dan ook nog kan doen, is er nog, als je de grond niet goed voorbereidt, dan kan je nog hier ook een beetje compost om die plant heen doen. Nou, hij staat er stevig in. En ik heb natuurlijk die spiralen. En met die spiralen kun je hem al vastzetten. Als je nou geen spiraal hebt, is dat niet erg. Dan moet je een stok erin zetten en hem met touwtjes vastdoen. Op zich is dat in principe hetzelfde als die maar vaststaat. Nou, dan doe ik dat flink het stro erom. Ik denk dat ik op dit vak nog wel meer stro moet doen. Ja, om ze niet uit te laten drogen. En er zitten al bloemetjes in en er zitten ook al kleine zijscheutjes in. En dat noemen ze dieven. Nou, over dat dieven ga ik je over een week of twee, drie wat meer vertellen als ik de rest van de tomaten in de grond ga zetten. Want het is eigenlijk altijd de bedoeling dat je ze eruit haalt, maar er is een nieuwe theorie dat je ze er niet gaat uithalen. Nou, ik ga het misschien om en om doen. Nou, ik ga nu even die andere vier erin zetten. En dan zal ik je nog even laten zien hoe je ze kan beschermen tegen de regen. Maar ik denk dat dat voor jullie niet nodig is. Omdat jullie ze nu nog niet buiten kunnen gaan zetten. Dat moet je echt niet doen. Dit is in Nederland. Ik heb het gezien. Het gaat volgende week geloof ik de hele week regenen. Het is ook veel te koud. De tomaten gaan echt pas groeien als de grond zo'n 20 graden is. En wat ik al zei, na de ijsheilige zijn de condities voor tomaten veel beter. Ja, en ondanks dat ze de potten van tevoren goed nat waren gemaakt en de grond ook nat is, moet je ze even goed na het planten nog wel water geven. Dat moet altijd. En tomaten mogen nooit water op hun blad krijgen. Je geeft tomaten en trouwens ook paprika's en aubergines en al die andere fruitgroenten geef je altijd water aan de voet. Altijd, nooit op het blad, want dan kunnen ze ziektes krijgen. De gevreesde Phytophthora. Nou, de eerste tomaten staan erin. Ik denk dat er straks nog wel een plastic zak overheen gaat, want er wordt morgen regen voorspeld. En ja, jullie weten, ik was van plan om dit jaar de moestuin heel anders te doen. Al mijn groenten min of meer door elkaar zetten. Nou, jullie weten, ik vond het een hele puzzel. Maar ik ben er al wel mee begonnen. Bloemen en groenten door elkaar. En ik zal je even een paar stukjes laten zien waar ik dat al gedaan heb. Loop maar mee. Nou, kijk. Dit zijn bijvoorbeeld in dit vak, weten jullie, staan mijn uien. Maar daar heb ik ook rucola tussen gezaaid. Er staan ook aardbeien tussen. En ik heb ook mijn koolrabi tussen mijn uien gezet. Nou, ik heb daar wel een lijstje bij de hand gepakt van goede en slechte buren in de moestuin. Er zijn planten die elkaar wel en niet verdragen. Dus daar heb ik wel een beetje naar gekeken. Kan dat? Nou heb ik straks wel een probleem. Want komkommer, courgettes, pompoenen, ja, die kunnen eigenlijk helemaal niet bij de tomaten. Dus hoe ik dat moet oplossen, dat weet ik niet. Of ik doe het gewoon en dan zien we wel het schip strand. Maar goed, ik let er wel een beetje op wat wel en niet bij elkaar kan. Nou, hier heb ik bijvoorbeeld bietjes gezet. En ook snijbiet. Maar er tussendoor heb ik goudsbloemen gezet.
Want goudsbloemen die trekken heel erg luizen aan. En bietjes kunnen nog wel eens last van luizen hebben. Maar in dit vak komen ook mijn lage stamboontjes, mijn spersieboontjes, die hebben ook vaak last van luizen. Dus daarom zitten ook die goudsbloemen in dit vak. Nou, achter mij, even kijken. Oh ja, hier komen de klimbomen, bonen. En heb ik ook bietjes gezet, want bietjes en bonen, dat gaat heel erg goed. En daar heb ik ook goudsbloemen tussen gezet. En trouwens, dat vak waar ik net de tomaten heb geplant, daar heb ik al Oost-Indische kers in het vak geplant. Plus wat sla. Maar goed, daar komen dus ook nog de paprika's en er komen ook nog de aubergines. Ja, dus ook die komkommers, ja. Nou ja, we zien wel hoe dat gaat. Nou ja, en zo ben ik met al mijn vakken bezig om dat een beetje door elkaar te mengen. Inclusief de twee verhoogde bakken. Nou, en daar kan ik al uit oogsten. Ik zal het je laten zien. Ja, want kijk, de sla, daar heb ik al gepakt. En hier groeit de rucola. Nou, die is gewoon, daar pluk ik echt elke dag nu rucola van. Hier is peterselie. Kijk, die rucola. Nou, prachtige rucola. En zonder gaatjes. Ook nog zo fijn, want die stomme aardvlooien, die krijgen geen kans. Peterselie. En ja, daar heb ik ook Oost-Indische kers neergezet. Snijbiet. Ja, dit zijn natuurlijk de shallotten. Nou, de aardbeien, weet je wel, die waren aangetast door die wormachtige beestjes. Nou, die komen wel bij, maar ik denk niet dat er dit jaar veel aardbeien in komen. Ja, en dan die bietjes, die heb ik erin gezet. Ja, doen het ook hartstikke goed. Dus ja, dat mixen, ik vind het wel een heel erg leuk gezicht hoor, al die groenten zo door elkaar. Dus ja, dat, ja, tot nu toe ben ik er heel tevreden over. Ik vind het ook heel erg leuk, ziet er heel mooi uit. En het oog wil natuurlijk ook wat, nietwaar? Nou, dan gaan we nog even naar die eerste bak. Ja, mijn eerste bak met de tuinbonen. Nou, die zit er echt al in. Kijk, ik zal er eentje uithalen. Hij is nog iets te jong. Maar kijk, ja, jonge tuinboontjes. Ze zijn nog iets te jong. Kijk, ze zijn al groen. Zie je? En zo jong kun je ze gewoon rauw eten. Ja, ik eet gewoon alles. En, maar goed, ze zijn bijna oogstbaar. Nou, hier hangen ook al doperwtjes. Even kijken. Ja, ook nog iets te vroeg, maar kijk. Ik zal je er vast eentje openmaken. Kijk, de eerste doperwtjes. Nou. Ja, en natuurlijk de zomerkoninkjes. Die zijn er ook al. Eerste aardbeien. Nou, ik heb ze nog niet geplukt. Dit is de allereerste die ik pluk. En jullie zijn er getuigen van. En, oh ja, hij is aan de achterkant nog een beetje wit. Maar, het is toch al heel erg lekker zoet. Nou, ik denk dat het bij jullie nog niet zo ver is. Maar heb geduld. Nog een paar weken. En dan gaat het er bij jullie precies zo uitzien als bij mij. Nou heb ik gezien dat volgende week niet zo mooi weer is bij jullie. Maar ja, regen hebben we natuurlijk wel nodig om alles goed te laten groeien en te bloeien. Maar ik hoop ook dat er een paar droge dagen tussen zitten. En vooral dit weekend, zodat je lekker naar je moestuin kunt gaan en lekker kunt genieten. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. En als je nog niet op me geabonneerd bent, ja, doe dat dan. Want dan krijg je vanzelf bericht dat er weer een nieuwe vlog is op zaterdagochtend om 7 uur 's ochtends. En volgende week ga ik weer buiten zaaien. Misschien al wat herfstgroenten. Ja, dat zou kunnen. Nou, ik zou zeggen, goed weekend. En tot volgende week. Dag! En nog een aardbei.